De talkshow op 1 is een favoriet mikpunt van Spot geworden, maar ze maken het zichzelf ook niet gemakkelijk. Afgelopen week lag er een studiogast bloedend op de vloer, iedereen stond op, behalve presentatoren Charles Groenhuizen en Margje Fixen. Hij begon het draaiboek door te nemen, zij deed live verslag van de situatie. Allemaal heel erg vreemd, vindt Mark-Marie Huibrechts. Hij legt het Eva Jinek voor in haar uitzending van gisteravond, wat had je gedaan? Je had opgestaan toch wel? Had je niet opgestaan? Eva daarop, vooropgesteld, het is makkelijk lullen als je er niet was op dat moment. Dat wil ik echt gezegd hebben. Ik heb vaak genoeg ook gehad dat mensen mij vroegen, waarom deed je dat? En dan dacht ik, ja, god, dat had ik ook niet van mezelf verwacht. Als je ernaar kijkt, dan denk je, je staat op. Het is logisch om in dit soort situaties op te staan van tafel, vindt Eva. Dat voelt als een soort onbedwingbaar iets om te doen. Maar dat weet jij ook, life is life, en je kunt niet precies voorspellen wat je op zo'n moment zou doen. Dat is gewoon een eerlijk antwoord. Tafelgast Tim de Wit, je zit ook met mensen aan tafel en er waren wel allemaal mensen naar die vrouw toegelopen. Eva, maar je moet wel een instinct onderdrukken, denk ik, om niet daarheen te lopen, toch? Je normale neiging is om op te staan, ook al ben je de zevende. Özkan Akyol, een vaste gast van Jinek, heeft van de week bij Vandaag een site ook kritiek geuit op Charles en Margje van Op 1. Dat was inderdaad behoorlijk gênant, maar ook heel symbolisch voor waarom dat programma niet goed is. Die mensen werken alleen vanuit een draaiboek en oortjes, waarin vragen worden ingefluisterd. En AutoQ, precies. Hij vervolgt, en toen dat gebeurde, was Charles Groenhuizen aan het zoeken in het draaiboek van, oké, er valt een vrouw op de grond, waar staat dat eigenlijk? En die kon het niet vinden. En die Margje Fixen bleef maar doorpraten, alsof het een live radioverslag was. De menselijke reactie zou zijn dat je gaat helpen. Cuando tú no estás conmigo, como gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito.